600 mensen aten gisteren met elkaar tijdens het Nationale Integratiediner in de Schilderswijk. Met als doel andere culturen leren kennen. En dat lukte wel, want er waren... Dit is echt Turks, Iraaks, Iraans, Chinees, Marokkaans, Tunesisch. Ja, er is echt heel veel. 30 nationaliteiten aten mee tijdens het diner, georganiseerd door Resto van Harten. De eigenaar probeert daarom ook zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende eetgewoontes. We hebben vanuit Noord-Afrika hebben we Marokkaans, we hebben vanuit Europa Hollands, we hebben vanuit Azië, Aziatische keuken hebben we Surinaams. En vanuit Zuid-Amerika zijn er heel diverse gerechten samengesteld. Maar naast het lekkere eten gaat het natuurlijk om de ontmoeting. Ook Politiek Den Haag doet mee. Nou, volgens mij is dit diner erop gericht om ontmoeting te bevorderen. Dus ik laat me juist verrassen bij wie ik aan tafel kom te zitten. En wie weet wisselen we nog een keer vanavond? De Polen, daar weet ik bijna niks van in principe. Het zou fijn zijn ook om wat van hun te leren in principe. Ben je dan echt naast een wild vreemde gaan zitten of kende je hem stiekem? Nou, deze kende ik stiekem. En dat is ook altijd even waar je mee begint, denk ik. En vervolgens vult die tafel zich en heb je de leukste gesprekken, denk ik. En dat gaan we vanavond zien. En dat is nou juist ook zo belangrijk aan dit diner. Nou, het is gelukt, want ik zit naast je en je kende mij nog niet. Nee, zo zien we maar. Ja, het is gelukt. Het is wel een begin. We moeten allemaal eten. En het is ook wel eens leuk om het samen te doen. En als je met verschillende culturen, verschillende rangen in de samenleving het diner kunt delen, kun je het leven ook met elkaar delen. En zeker een land waar je met z'n allen samenleeft.